It's number one. Goedemiddag allemaal. Vandaag zijn we weer eens een keertje in Goes. Het weer is wat slechter, maar we zijn bij het sportpunt. Voormalig sportpunt. Tegenwoordig heet het Omnium of zo. Als je daar kijkt, de cameravrouw laat het even zien. Is een soort jungle dome, zoals in Central Park dat heet. Een soort planten waar je doorheen kan lopen, springen, klauteren en glijden. Nou ja, hartstikke leuk. Als je zoiets wil zien, moet je dus de reviews gaan kijken van Center Parks. Wij gaan daarheen naar het zwembad en laten even zien wat daar allemaal te doen is. Nou, we starten vandaag in een kinderbadje. En we hebben zijn glijbaan. Kom, Jason. Ja. Nou, geen hard whirlpool, maar wel wat erop lijkt, een bubbelbad meer. En achter is een recreatiebad. Wat is die dan? Een paddenstoel, hè? Ja! Kom maar. Nou, hier is een soort stroomversnelling, bruggetje en hier is nog meer recreatiebad, kinderbad en daar gaan we. En ze hebben hier natuurlijk ook een stroomversnelling. Tuut, en we overal maar langs de tuut. Nou ja, en sterk is die niet 1,30 meter diep. Gewoon normale stroomversnelling zoals elke stadsbad zeggen. Hé jong, leuk! Dit is wel leuk gemaakt, een soort van Jungle Book. Even wachten, je bent nog niet aan de beurt. Gaan we hier langs af. Ja, kom maar. En doe maar wat ik hier geleerd heb, springen maar. Goed zo. Met alle bekende figuren uit Disney's Jungle Book, zoals de Apie, Koning Louis en Slang K. En Beertje Baloo natuurlijk. Die olifanten. Gaan we een kinderbadje? Hier. Ga maar. Let op. Leg. Kom hier. Kom maar naar voren. Ja. Dit is wel heel fijn voor peuterbad. Kunnen de kinderen moeilijker erin en eruit wisselen als mensen op school doen. Maar je kan het dus dicht maken. Rechtdoor. En voor een bad. En hier hebben we tegen betaling nog wat bubbelbaren. Nou. En hier is nog een klein soort kinderbad. Met de achteraf 50 meter bad. Maar dan mogen die komen vanwege de kinderen. Zonder diploma A kom je daar niet. Nou, dit bad is verder niet echt heel diep. Ja, 91 centimeter. En een zoontje roept, wat moet die nou? Ach, dan moet hij het kontje hebben. Kom maar! Hey! En natuurlijk mag een 50 meter bad niet ontbreken in een zwembad. Maar daar mogen wij helaas niet in. Geen toegang voor kinderen met A-diploma. Gaat in een meterbad. Jason. Lampjes. Wat aan.
En voordat we gaan glijden, gaan we eerst even bikken, hè, jong. Wat zeg je? Nu even van de mond praten, hè? Hi, Jaden. Lekker? Lekker? Ja, schat. Wil je met de bandjes? Wil je met de bandjes? Een soort lazy river. Het is te vergelijken met daar al, de lazy river. En de slotgracht in, waar waren we toen ook alweer, Tunisia? De Berkt, hè? Ja, de Berkt. En een paar jaar zo rond. Hier zitten wat versnellers. Ik doe het redelijk door, maar niet echt dat je zegt heel erg wild. Sproeiers in de dak. En bubbelbanken. Nog leuk? Dat werkt ook niet helemaal, soms zitten mensen wat klem. Nou ja. Wij gaan eruit, want één rondje winnen wij wel zat hierin. Toch, kinders? Jason, nog een keer. Nog een keer. Jason, nog een keer. Celicia, nog een keer. Celicia, nog een keer. Ja, zegt ze. We hebben vandaag hier twee glijbanen. De kleine glijbaan is 50 meter. 5 meter hoog en gebouwd in 2001 door Boer Glijbanen. En de grote is 58 meter, 8 meter hoog. Ook gebouwd in 2001 door Boer Glijbanen. We gaan gewoon ze maar eens proberen. De eerste glijbaan voor vandaag, de normale T12 van Boer Glijbanen. Daar Boer. Daar gaan we. Dit is een standaard floor layout met een chip erin en een unix. Volg je klaar. Ga maar kijken wat die doen wordt. Ja, nou mag je. Kom maar. Ja, papa. Wil je van de glijbaan? Van de glijbaan. Beide glijbanen hebben een zogeheten SOVA. Dat betekent dat hij dus in het water uitkomt en rustig in het water glijdt. Het ziet er dus uit als een bank. De speedglijbaan heeft dat dus ook. Zo, nou jullie zien het, buiten is er niks veranderd. Met zulk slecht weer als we aankwamen. Misschien nog slechter. Nou, wat zijn we te weten gekomen hier? Nou, de glijbanen zijn goed. Het zwembad is goed, hygiëne is schoon. Leuk aangelegd, veel baden voor de kinderen, veel dingen. Ja, dat peuterbadje en dat lazy river is voor de kinderen nog wel grappig. Of ook dat het niet echt een toegevoegde waarde, moet ik heel eerlijk bekennen. Ja, het is gewoon een stroomversnelling met bandjes erop. Maar ja, kinderen kunnen zich daar wel van maken. Ja, de glijbaan, ja, die kleine glijbaan is gewoon een normale standaard boerglijbaan type die heel veel stadsbaden hebben.
Menig mensen die nu de video kijken, die zullen denken, hey, ja, zo'n glijbaan hebben wij ook staan in ons dorp. Ja, nou ja, die werden gewoon standaard zo verkocht. Die kon je zo kopen voor een vaste prijs. Die andere glijbaan, de spierglijbaan, vond ik opvallend snel. En het leukste aan deze glijbaan vond ik het laatste stuk, ja, je ziet het ook, hij loopt echt kaarsrecht naar beneden. Gewoon echt, gewoon ja, waterpas. En dan, ja, dan blijkt wel een beetje heen en weer schommelen en schiet je voor. Hè. Dat vond ik een leuk deel. Dus al met al zit een heel leuk zwembad. En zeker hier in de buurt. Ja, we zitten in Zeeland, zijn niet zo heel erg veel zwembaden. De meeste zwembaden met de meerdere glijbanen zitten toch een beetje in Noord-Brabant, Limburg, waar ik woon. En hoe meer je naar het noorden gaat, hoe meer je naar de kust gaat, is het toch allemaal minder. Dus ja, zeker hier. Ja, een leuk ding om een keer te bezoeken als je in de buurt bent. Wij gaan dan voor het zwembad en gaan we kijken wat we dan allemaal gaan beleven daar.